I'm busy screwing my face and I am going to use a hair mask as well. I'm going to use the Pure Nature Hair Glow mask for my hair for the first time. And I'm going to make a homemade mask. I will show you guys how and the effect, of course. I'm also curious, but I hear some good things about that oil, so. So I'm going to take one egg. Oké, nou we zijn een uur verder en ik ga het nu uit mijn haren wassen. Het is echt super hard door de ei. Die stolt natuurlijk, dus ik ga het wassen. I'm going to wash it now because it's super hard because of the egg. And yeah, let's see the result. Het ziet er echt heel goed uit. Ik heb het maar een uurtje gebruikt en het is nu al super zacht. En heel soepel en heel handelbaar. Dus. So, my hair feels definitely softer. And wait. Yeah, my hair feels definitely softer. And I've only used it once and not even for a long time. Only for an hour. And yeah, I love it. Maar ik moet nu gaan. Ik ga recorden. Mij komt het uit. Ja, hij gaat uit. Nee, 2 maanden of zo. Avondklok countdown. Doe even normaal, kijk mijn haar en zo. Doe even normaal. Wie zegt dat ik jou wil hem? Ik vermet jou juist. Ik wil jou helemaal niet op mijn vlog. Nee, sinds ik op je vlog ben geweest, niemand praat meer. Ik zeg niks, ik noem je dat. Niemand praat meer. Programme, wat je samen was me, maar schur me waar ga je? Je niske, baby doll. Tuk 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 tu
Yes! Toch dat de kinderen zeg maar op hun tweede, zesde jaar. Dit is een discussie van de corona, weet je? De grote hond en die bullshit en zo. Ze heeft dat dus ingevoerd. Ik moet wel naar de kapper, man. Dus dan weet je alles. We hebben hier Bill Gates en Hillary Clinton. Maar ik moet echt naar de kapper, weet je? Dus ja. Want het is maar dat is die angst. Je wordt gewoon kolengrijs ook. Kan je dat zien? Nee, hè? Kan je niet zien. Dat mensen gaan smeken maar goed, die vaccinatie beginnen. Hebben we even de vlog overgenomen, hè? Je weet hoe het gaat. Ik ben nog niet druk om erop. Oké, maar stel het is zover. Hey guys, ik heb lekker een nasi gemaakt met garnaaltjes. En sambal kalingketang heet het volgens mij. Javaans, dacht ik. Ik heb vlees in de oven. Ik heb er ook nog ei bij gemaakt. Ik moet nog een reepje snijden. Ik heb komkommer en sla. En kroephoek. Ik ga een beetje langs brengen voor mijn ouders. Zo, dan kunnen ze ook even proeven. Goedemorgen. Aro heeft straks een playdate. Dus ik ga haar eventjes klaarmaken. Nou, Aro heeft het ontzettend naar de zin. Ik zou er nooit zomaar ergens alleen achterlaten. Ze vindt dat meestal ook heel eng, maar vandaag wilde ze het zelf heel graag. En ik ben eerst mee geweest om te kijken hoe het daar is thuis bij dat kastgenootje, hoe die ouders zijn. Ik zie ze natuurlijk ook wel vaker bij school, dus het zijn niet helemaal onbekenden. Maar toch, weet je, ze is pas 5. Dus dat soort dingen vind ik altijd wel tricky, best wel risky. En ik moet toch ook wel een beetje leren loslaten. En ze wilde ook gewoon graag... Nou, we gaan het zien. Ik denk, mijn batterij die was leeg. En ik was dus aan het vertellen dat Aure hier bij een vriendinnetje was gaan spelen. En normaal ben ik echt... Je kan niet voorzichtig genoeg zijn, weet je wel. Ik hou er niet van om een kind ergens te laten. Tenzij het mijn moeder of schoonmoeder of zus of schoonzus of zo is. En... ja, het zijn, zoals ik al zei, het waren niet totaal vreemden. Want ik zag die ouders wel gewoon op school natuurlijk. En hun dochtertje was vorige week bij ons komen spelen. Super lief meisje. Oh, heel mooi. Maar zelf vind ik dat nog een beetje eng. Omdat Aro, ja, ze is pas 5. En ik, ja, weet je, je hoort gewoon hele rare verhalen soms. En vooral in Nederland, weet je, blijf altijd goed opletten wanneer het aankomt op je kind. En nou ja, ik heb haar dus gebracht vandaag. Ik ben even mee naar binnen gegaan. Ik heb lekker een bakje koffie gedronken daar. Was super gezellig. We hebben even gesproken, ik met de ouders. En het kindje had nog een broer die een jaartje ouder was. En een klein zusje van 3 maanden, super schattig. Maar het was een heel net gezin. En ja, het was... ik zag dat Aro hier zich meteen helemaal op de gemak voelde en lekker aan het spelen was. Ik heb toch even wel een uur gezeten daar. Even alles aangekeken. En weet je, ik wilde toch echt zeker van mijn zaak zijn. En het voelde ook gewoon goed. En toen heb ik haar eventjes daar gelaten. Ben ik eventjes naar huis gegaan. Ik woon in de buurt. En ik zei ook tegen de moeder, weet je, van als er iets is, app me meteen. En de moeder die hield appcontact, die heeft wat foto's gestuurd, superleuk. En Aro had het enorm naar de zin. En nou ja, toen ik er had opgehaald, wilde ze helemaal niet naar huis. Weet je, het hoort erbij. Op een gegeven moment moet je je kind loslaten. En ook als je haar naar de basisschool brengt, weet je, hetzelfde verhaal. Had ik in het begin ook wel moeite mee. Weet je, toen ik haar naar de peuterspeelzaal bracht en zo. Maar op een gegeven moment moet je vertrouwen hebben en het voelde gewoon goed. Ze wonen, weet je, op een goede locatie en ik merkte niks raars, niks vreemds. Hun dochtertje is ook gewoon netjes, goed opgevoed, heel vrolijk, heel spontaan. Dus ja, als er iets zou zijn waarvan ik ook maar een beetje zou denken van oké, dit klopt niet, dan zou ik haar nooit daar laten. Dus ik heb haar daarna gewoon nog uitgebreid gesproken. Ze heeft het echt naar de zin gehad en niks geks of zo. Dus dat geeft me echt een goed gevoel. En weet je, ze is enigs kind, dus ik merk dat ze echt wel behoefte heeft gewoon om samen te spelen met andere kindjes. En nu de scholen ook dicht zijn, ja, is het toch echt lastig. En natuurlijk is het niet leuk als je moeder er constant bij zit, weet je, als je met iemand speelt. Dus ja, het hoort erbij. Ze is nu al 5. Ja, weet je, ouders die laten hun kinderen zo vaak bij de oppas of bij de crèche of op school. En overal kan je een kind wel iets naars overkomen. Het belangrijkste is dat je in ieder geval gewoon alert blijft, goed blijft opletten, goed met je kindje praat. En
Ze is nu op een leeftijd dat ze wel echt dingen kan aangeven. En als ze iets niet prettig vindt, dan zet ze zich ook af. En dan zegt ze er ook iets van. Ja, binnenkort ook weer een playdate met dochtertje. Nou, eigenlijk dochtertjes van een van mijn beste vriendinnen. Ze heeft een dochter net zo oud als Arohi. En een kleindochtertje, pas geboren. Bijna 1 volgens mij. Nou, niet pas geboren, maar... Dus, en er komen heel veel baby's aan bij ons in de familie. Dus dat is echt ontzettend leuk. We zijn helemaal in de wolken. Ja, gaat heel leuk worden, man. Ik heb er heel veel zin in. En het begint ook al te kriebelen, moet ik zeggen. Maar, ja, zoals ik eerder al vermeld heb in mijn vlogs. Het is gewoon lastig. Ik ga mijn carrière niet kunnen combineren met 2 kids. Dus, ja, man. Dat dus eigenlijk. Maar weet je, zeg nooit nooit. So Arohi went to play with a girl from her school at her place. And she enjoyed a lot. I also went with her. And she wanted me to leave. So I stayed like for an hour, talked with the parents. And I needed to see for myself and check if everything was okay and normal. And you know, just no weird things. Because with kids and... You can never be careful enough, so it's important to know as a parent where you leave your child and if everything is okay. And of course you will never know exactly, but it's important to communicate with your child and to keep doing that. And Arohi is at an age right now that she can communicate and she can say certain stuff. She always talks about things that doesn't feel right, or when she doesn't feel good, or when something happened. So yeah, I'm glad that she talks and communicates about certain stuff, because that's important. You need to know as a parent, you know. So she really had a great time. She's the only child that we have. And I see that she is really, she feels alone sometimes, so I'm trying to fix a lot of play dates, and I see that really cheers her up, and she feels less alone, so yeah, had a great time. I need to pee. Vandaag lekker kipburgers gemaakt en visburgers. Moet je ook weer openmaken. Met uitjes. Kan ik wel. Sla. Hollandse roerbakgroenten. Sausjes. En cheddar cheese, of course. Mijn ouders hebben lekker gekookt. Kijk dan, mijn meisjes. Ja. Improf. Wow. Goedemorgen, het is vandaag, hoe was dit joh, 3 of 4 februari? En 3, het is vandaag 3 februari en ik ga even werken en... mijn moeder die gaat vandaag lekker koken, dus later daar even eten. Altijd lekker. Gisteren waren mijn ouders 47 jaar getrouwd. Even een mooie bosje bloemen voor ze gehad en naar ze toegebracht. Een stukje taart gegeten. En ik moet echt veel in huis gaan doen. Het is echt een bende. Ik moet echt alles gaan uitkammen, sorteren, uitzoeken. Heel veel weer wegdoen. En als je haar kledingkast ziet. En als je mijn kledingkast ziet. Als je weet hoeveel kleding ik al heb weggegooid. Het is echt niet gezond. Gewoon nog steeds pelt het uit. En ik heb echt met pijn in mijn hart kledingstukken weggedaan, jongen. En nog heb ik zoveel kleding. Maar goed. Dat moet ik dus laten gaan doen. We zijn ook bezig met een aantal verrassingen voor mijn vader. Want die wordt 14 februari 70 jaar. Echt bizar, man. 70. Ik kan het echt niet geloven. En we zijn bezig met een paar leuke dingen. Om hem te verrassen. Want we kunnen natuurlijk geen feestje geven of zo. Dus ja, man. It's been really hectic lately.
really busy. My dad is turning 70 in 2 weeks on Valentine's Day. And we're busy with some surprises for him, with old pictures and stuff. And the house is such a mess. I just got ready for work. Today it's the third of February. The schools are opening on Monday, by the way, but the lockdown is still going on. The house is a mess. I need to clean up. I need to check which stuff I can keep and which stuff I can like donate or something. We just actually donated a lot of bags with clothes, but yeah, still it keeps piling up, and it's just I cannot do anything about it, man. It's so busy lately. And I even had to cancel some plans for music I had, and just because I wasn't, you know, because now with work I really need to find my routine, and I need to get some rest, and I need to do stuff in the house because we cannot just leave it like this. And I need to cook and clean, and you know, it's just I still need to get used to this routine. I'm glad my mom and dad and parents-in-law are helping out a lot, especially with Aruhi, and she enjoys that, so yeah. Oh, and my parents were married yesterday for 47 years, guys. That's amazing. 47 years. Beautiful. Wow. Het is echt mooi. Ja. Kijk, heb je flared pants? Ja. En die hebben wij gekocht in de winkel. Het is echt mooi.